De race naar de 200.000 abonnees is begonnen, family. Dus klik met je vinger op die subscribe button. En je mag natuurlijk geen ene melding missen. Dus klik met je vinger op het belletje om geen melding te missen. En help de family naar de 200.000 sappige noobie destroyers. Want als jij niet abonneert, dan blijf jij een sappige noob die wordt teruggestuurd naar Lobbyland. Peace. Family, jullie weten dat ik een schatje heb in Fortnite. Ik heb laatst een video gemaakt dat mijn schatje is teruggekeerd. Oftewel de pump. Maar vandaag gaan we helaas vreemd. Het spijt me, pump, oké? Maar ik moet helaas vreemd gaan met een andere schatje. Een nieuwe shotgun, want elke shotgun is mijn goddamn schatje. Behalve de grijze tactical, want ik haat de grijze tactical, oké? Ik haat het. Maar mijn nieuwe schatje, waarmee wij vandaag vreemd gaan en natuurlijk een nieuwe sappige Victor Real gaan halen en alle sappige noobies gaan terug naar Lobbyland, is de nieuwe drum shotgun. Waarschijnlijk zien jullie hem niet onder mijn hoofd ervoor staan, mijn webcam, maar achter mijn webcam is de nieuwe drum een shotgun die wij natuurlijk gaan gebruiken. En alles staat wel, misschien kan ik het zo doen, maar hier, nu zien jullie het wel. De nieuwe drum shotgun, bitch! Skirschen! Hey! Daar ben ik weer. Hey, jullie hebben gemist, eerlijk. Oké, dan fam. En de skin combinatie die we vandaag gaan rocken. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon deze op random doen. Doen we deze ook op random. En dan gaan we kijken wat eruit gaat komen, ja? Zo. Zo. YOLO, doe deze ook op random. Bam. We zijn vandaag gewoon lekker random squad. Let's kill. Let's kill, Sean. Oh, in-game gaat die skin weer veranderen als het goed is. Oké, dan. We hebben dus de John Wick LT en Backbling. Met deze 5 euro starter pack skin. Met de snake bite pickaxe. Ik weet nog niet welke grinder. Oh, kijk, hier is mijn nieuw schatje. Hier is mijn nieuw schatje. Kijk. Nee, deze tactical. Oh ja, deze. Damn, Sean. Weet je, het is family. Deze shotgun zou echt de alleroverpowerste shotgun van de hele wereld zijn. Als die damage veel hoger was. Maar hij schiet heel snel. Hier, hij doet maar max 50 damage van dichtbij. Nou. Het is niet een hele sterke shotgun, maar het is ook niet een hele slappe shotgun. Hij schiet super snel, alleen hij doet echt super, maar ook super weinig damage. Wanneer voor iemand de neus komt en je raakt hem vol headshot, jullie zagen het, hij doet maar 56 HP damage. Dus, en dan sta je in de pump heet en hij raakt je bij gelijk 129 HP headshot loose, snap je? Dus zo sterk is de shotgun ook weer niet. Het is gewoon zeg maar een shotgun van als je landt en je komt die shotgun tegen, dat je gewoon even een paar kills kan pakken en dan doen we gewoon weg. Als je een pump of een combat tegenkomt, let's kill it. Hey, Fortnite. Ik zeg je heel eerlijk, ik vind dit wel een hele mooie skin combinatie. Want ik bedoel, Deemshan. Eerste keer doet Fortnite gewoon een goede skin combinatie. En dat is lekker creatief. Oké, we gaan proberen mijn schatje te vinden. Waarmee we vandaag vreemd gaan met de pump. Maar jullie mogen natuurlijk niet tegen de pump zeggen. Hè? Moet wel tussen ons blijven, family. Ik bedoel, als de pump hier achter komt, dan gaat hij nooit met mij 200 HP headshots doen. En waarom krijg ik geen gat en wapen aan deze pump? Serieus? Er zit altijd een wapen in deze benzinestation. Altijd. Of daarboven. Of er zit een vending machine. Of er zit daar binnen. Oh joh, hij heeft ook een pump. Waarom heeft iedereen een pump? Of er zit daar binnen een losse wapen of een chest. Maar van nee man, helemaal niks. Zie je, ik voel het al. Ik voel de pump de energie al. Fortnite is boos man om vandaag de pump verraden, family. Oh man, goddamn. Het spijt me, pump. Maar we gaan deze potje gewoon gelijk winnen, jongen. Eerste potje van de dag, let's get it. Jullie weten het, we winnen altijd de eerste potje van de dag. You know, I'm Shang, yo, my god, dear. En ik laat altijd bewijs aan het einde van het potje zien bij Theater Mode. Oh man, dan moet ik maar helemaal hier gaan looten, man. Ik heb ook geen creative gedaan om in te komen, dus het is gewoon echt puur random, gewoon bam, in één keer. Ik zat gewoon PlayStation op en in één keer bam, ik had er gewoon zin in, family. Ja, ik had niet zo'n zin om vreemd te gaan met de pump, maar ik had gewoon zin om even een sappige Victor Real te halen en die sappige noobies terug te zien in Lobbyland. Oké, mag hier als je van wapen Fortnite? Oké, we hebben hem. Lekker. Gelijk als eerste wapen. En wat is dit? Oh, de six shooter. Wat de heck? Is die wapentje vandaag terug, oké? De six shooter is terug in de game. Oké, only family. Je bent wel heel erg snel door je shotgun ammo heen, hè? En voor mij hoor ik iemand met een snowboard hier. Oeh. Splash. Splash. Flash. Mes level strakker. We hebben weer een six shooter. Oké. Beetje met hakken. En dan gaan we denk ik met die luchtgracht gaan we gewoon pushen, man. We gaan gewoon enemies hunten, family. We gaan enemies hunten, brothers. Zie je? Ik wil weer een snowboard.
En nu niet meer, nu is hij weg. Oké, we gaan even snel deze huis zoeken en dan gaan we weg van die man. Oh, shit! Oké, dit is echt heerlijk, man. Gouden Scar, man. Heerlijk. Yes, sir! Dit is wat ik nodig heb voor Fortnite, you know? En waarom zijn mensen niet lekker? Hoor je nou weer een snowboard? Nee. Laat maar. Ik kan gewoon weer dingen die dan wel niet zijn. Let's get it. We moeten even een blauw van deze zien te vinden, man. Want die grijs denk ik wel echt heel erg shit. Zit daar nou iemand? Hé, hey, voor mij is... Ja, ik wist het. Zo gek, deze ding is shit. Oh, hij is een blauwe. Oké, even kijken hoe de blauwe is. Logisch dat het een grijze shit is, maar even kijken hoe die blauwe is. Misschien is de blauwe wel een stuk sterker. Oké. Even reloaden. Hey bro, het is een hele vette shotgun om mee te schieten. Want hij is echt badass. Hij schiet heel snel en... Gewoon ta. Alleen echt weinig damage. Je moet echt koude veel kogels raken, kijk. Ja, maar het is echt geen one-shot shotgun. Het is gewoon echt een spray shotgun. Dus zeg maar, wanneer je heel low bent en de enemy heeft held... En je moet er gewoon 1 of 2 keer goed raken, doodgaat, moet je deze shotgun niet hebben, dan ben je dood. Want je moet weten, wanneer je met deze shotgun in battle gaat, dat je sowieso een keertje geraakt gaat worden. Of 2 of 3, snap je? De enemy die gaat je hoe dan ook raken als die een beetje normaal kan aimen. Want de killing time is te hoog. Maar ja, dat is weer genoeg informatie over de shotgun. Nu moeten we even deze wind gaan getten. Ups. Pellets hakken. Hey, ik moet even mijn handen gaan kraken, fam. Mijn handen zijn een beetje stijf. Wacht even, man. Ik moet even mijn handen gaan kraken, bro. Kijk, mijn handen zitten een beetje vast, voelen heel erg roestig aan. Ja man. Even lekker zitten. Even mijn headset goed doen. Let's go. Sjappen genoemd, we zijn jullie. Dat is al de eer... Hé, hey, wie stuit op mij? Hè? Huh? Wie? Oh, ballen? Nee. Die ballen zijn niet mij, hè? Nee, iemand anders komt. Zie je, hij gaat me neerrakken. Bye bye, jij gaat dood. Je hebt geen kruiders. Ik speel echt shit, ik moet echt even inkomen. Mike, joh, is Mike, joh. Gaat die weg? Gaat die weg? Kom hier. ...16 HP maar. Man, deze shotgun is slecht, bro. Deze shotgun is echt slecht, family. Sorry, maar ik ga hem niet gebruiken. Niemand moet gewoon deze shotgun gebruiken. Deze shotgun moet gewoon verboden worden van de game. Want deze shotgun is gewoon echt slecht, man. Sorry, jongen, maar je bent echt gefaald. Ik ga dit ding niet meer gebruiken, family. Sorry. Ik vind hem echt slecht. Sorry, maar ik vind hem echt slecht. Ik ga hem gewoon niet gebruiken. Ik vind hem echt slecht. Hij doet zo weinig damage, bro. No man, echt niet. Heb ik cozy? Ja, ik heb cozy, gelukkig. Nee man, die shotgun is echt slecht. Nooit meer doen! Hij is gebukt. Waarom gaat hij zo sloom? Of niet? Nee, lekker. Nou, die is sowieso iemand. Maar ik ga gewoon rustig mijn cozy cap gebruiken. Maar hij snipe altijd iedereen op mij, bro.
Eentje is lijp getrapt. Eentje is lijp getrapt. Waarom altijd ik? Waarom word ik altijd gesniped, bro? Shit, het cirkel is echt veel te ver. Ik heb ook geen match. Bandage. Oké, we hebben geen match. Wat is dit echt een koude irritant potje? Kijk waar die cirkel komt, helemaal andere kant van de map. Oh shit, hier zit ook gewoon iemand. Heb ik geen jump pad? Ik wil weg van iemand. Vertrouwt hij niet. Ik ga zwaar geteleporteerd worden, man. Is dat een groot shield? Nee. Ja, en nu heb ik Logrand gepakt. Dat was echt dom. Als iemand daarboven nu cirkel... als iemand nu daarboven is, ben ik gewoon dood, hè. Nou, niet dood, maar gewoon ga ik het heel erg moeilijk hebben.
En waarschijnlijk al mats opmaken. Mijn HP vind ik ook niks. Ik irriteer me aan die 74, niet eens 75. Ik moet even hond worden, man. Dat voel ik me wel wat safer. Ik heb 6 minis. Koude ballen, gaat dat voor mij. Daar is iemand. Natuurlijk gaat niks raak. Ja, ik ga hem challengen. Die ballen is er. Die zegt als je mijn coach gaat kapot maken. Ik smek al je tanden eruit. Tenminste, voor mij is die baller, voor mij hoor ik hem. Hé, hey, waar is die baller, jongen? Voor mij zat die baller. Ja, dat is voor mij zat die baller. Oeh, baby. Daar is iemand. Come on, man. Ik wil deze zo graag winnen. Airdrop, airdrop, airdrop. Die airdrop voor shit om een logo aan te pakken, hè. Oh, ik moet maar. Oeh, baby. Nee, ik moet die chuchuk innemen, want ik krijg geen 50 seconden tijd in de laatste cirkel. Als ik die chuchuk inneem, drop ik mijn drumgun en dan pak ik die groot shoot, heb ik groot shoot en minis. Zo moet je nadenken, family. Je gaat nooit 5 seconden tijd krijgen in de laatste cirkel. Die grote shoot kan je maar gewoon innemen. Zo doen we dat. Oké, ik ben er klaar voor. Ik moet daarop. Nee. Ja, dat is een goede vraag. Ik ben bang dat iemand van hier gaat komen. Ik moet het niet hebben. Die boom mag gewoon helemaal weg. Ze mogen weten dat ik hier ben. Of toch wel? Ik moet hier naartoe. Ik wil hem niet pushen, want als ik hem ga pushen, dan gaat hij turtelen en dan word ik door iemand anders gesnijpt of gelaserd. Dus we moeten dit C spelen en gewoon van cirkel naar cirkel gaan. Want iedereen gaat zich dan focussen op mij. Een deel van die boot heeft de cirkel. Ik ben safe. Fuck is dit? Hoofdlaag? Ik zie het, dat wou ik zeggen, hoofdlaag. Want ze hebben snipers en ik heb geen sniper. Laat ze battelen. Kijk, dat is 1, dat is 2. Maar die derde, die gaat mij snipen, weet ik 100% zeker. Die is gemikt op mij, hij weet dat ik ga pieken om te killen. Kijk, hij heeft hem. Hij weet dat ik ga pieken om te killen, daarom wil ik niet pieken. Hij weet het. Hij weet dat ik ga pieken. Oef, zie je? Snipers popping. Waar is die andere jongen? Ik wil die andere zien, ik ga niet pieken, gek. Hij gaat me koud uit snipen, man. Ja, ik hoor mijn shadow. Lusu, oké, let's go. Waar ben je, vriend? Huts.
Waar is hij? Hij heeft een sniper. Ik hoorde zijn sniper. Hij probeert die andere gozer ook te snipen. Ik heb height. Ik heb height en ik heb gliders. Oké, let's go. We hebben dit. Ik weet 100% zeker dat daar zo is, man. Nee, nee. Ja, ik hoor hem. Hij gaat me neerhakken. Hij hakt me neer. Oh, hij is helemaal onderaan mes aan het hakken. Kan ik ook gewoon doen. Slim, slim. Dat hij is slim. Hij hakt me niet neer. Hij is gewoon onder die boot, zeg maar. IJzer. 20. Jump pad. Connect hem. Hij heeft low. Hij heeft low. Ja, val maar gewoon naar beneden. Je mag niet komen. Je gaat niet halen. Je mag niet komen. Flintlock. Hij heeft 2 flintlocks. Dat heb jij mooi gedaan, gek. Maar ik ga alles dichtbouwen en nu kan je niet meer naar boven. Daarom had ik mijn Tommy moeten meenemen. Ik blijf hem gewoon dicht willen. Lusu! Lusu! Is pot vandaag! De nieuwe shotgun is slecht! Super shit! Gebruik hem niet, family! Gebruik hem niet! Maar ja, eerste potje vandaag gelijk gewonnen ga ik jullie laten zien. 7-3, de allereerste van vandaag. Alleen, waarom is het beeld zwart? Ja, oké. Family, jullie zien het. 7-2 was gisteren, vandaag is het 7-3. Allereerste potje, gelijk gewonnen met 8 eliminations. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken en te subscriben. En dan ga ik jullie morgen weer terugzien met een goed nieuwe video. Peace! Gisteren in de video had ik 2 keer 50 euro PlayStation codes gekocht in de video die ik aan jullie zou weggeven. Ik ga ze weggeven via mijn Instagram. Zondag om 7 uur in de avond precies gooi ik 5 PlayStation codes op mijn verhaal. En wie ze als eerst invoert krijgt de code. En natuurlijk om mijn verhaal te kunnen zien moet je me volgen op Instagram. Dus in de beschrijving is mijn Instagram, King Almighty, stuur me een volgverzoek en ik ga je accepteren.